We openen in 1.99 en we gaan nu wandelen in 1.18.4. En zo gaan ze de laatste kilometer in. Leiding in handen van Lumière. Lumière die kan even uitblazen. Aan de buitenkant kost het ook niet al te veel voor drie burgerrijden. Daarachter in het tweede spoor ligt Maverick. Aan de relingzijde ligt nog altijd Megan Flevo. Megan ligt er mooi in. En daarachter ligt aan de relingzijde ook Wild Nature. Ook aan de relingzijde Hannah Huygens met Godrich. En ook aan de relingzijde terechtgekomen Kiss of Fire met Jordan Ross. Laatste plaats op dit moment is voor Nieuw-Zeeland Blair Orange met Jannie van Tim. Paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. Halve lengte, driekwart lengte voorsprong nog altijd voor Lumière. Heeft een dichttrekhoofdstel aan. De klepjes zijn nog omhoog, dus die kunnen nog naar beneden. Hoeft nu nog niet. Tussentijd 18-4. Die hele tussenkilometer ging 18. En nu kan Lumière weer lekker hard gaan. En dat mag hij nu ook. Lumière krijgt de vrije teugel. Naar het derde spoor gaat nu Maverick. En zo gaan ze de laatste bocht in. Lumière leidt. Aan de buitenkant daarnaast Dream Burgerrijden. Aan de relingzijde wacht op ruimte Megan Flevo. Ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Drie dik aan de buitenkant Maverick. Ook drie dik aan de buitenzijde Carina Oki. Galop. Paarden komen de laatste rechte lijn in. Kan Lumière nog een keer versnellen. Lumière aan de buitenkant drie burgerrijden die het niet cadeau heeft gehad, maar wel vecht. Nummer drie galop. Helemaal aan de buitenkant komt Maverick. En het gaat tussen drie burgerrijden en Maverick. Precies de twee favorieten. Finland tegen Duitsland op weg naar de streep. Finland tegen Duitsland. En dat wint Finland met een hoofdje voor Duitsland. De derde plaats daarachter is voor de 1 Megan Flevo, Piet McMullen. Tijd van de winnaar, 14-4. Terwijl het comité van de NDR op dit moment nog naar de beelden kijkt, danken wij Parkhotel Tjarda voor hun bijdrage aan het World Driving Championship 2023. Parkhotel Tjarda, een belangrijke sponsor van Victoria Park. En alle WK-gasten die zijn ook vanavond te gast bij Parkhotel Tjarda in Oranjewoud, waar ze een prima avond gaan vertoeven. Uitslag is nog niet officieel. Santu, we can congratulate you. It was a very nice horse and you took your shot. Thank you. Thank you very much. Horse was very nice and she did very well at the previous races too. And it was nice to be in the sulkies. Yeah, Krebas told us before that you watched the races, the replays back from Maverick. Yep, so I watched the races of all the horses today. It's much more easier to begin to drive when you know something more about the horse than trainer told. It's very good. And Maverick, weren't you a little bit afraid that was the slow pace between kilometer? I wasn't so, because first 500 went pretty fast. So I think, and we had two good horses front of us, so it was easy to be other pair outside and look how things go, and the horse felt perfect all the way. And she finished perfect? Yep, she did everything great and was very motivated in the last 500 meters. It's great. You had a little bit of bad luck that your first horse was scratched, but third place, first place, you're doing good? Yep, horses are doing very, very good job today and making good work, because the first one who wasn't racing should be very, very good horse to that race. Very nice, Santu. We can congratulate you. Here are your the flowers and a small prizes for the winning the leg of the World Driving Championship. Thank you.
Santtu Raitala, big applause for Finland. He wins the Park Hotel Tjaarda. Inmiddels is hij officieel. Santtu Raitala wint hier met paard nummer 7 Maverick in de kilometertijd van 1.14.4. Maverick is een 4-jarige bruine merrie van Virgil Boco uit Daisy Boco. Gefokt door de Nettle Racing, een eigendom van de Gele Canaris Noord. Dit keer niet in de buis van de Gele Canaris, maar in de Finse buis van Santtu Raitala. Trainer Bas Krebas. Tweede werd de paard nummer 5, Dreamburger rijden. Derde de 1, Megan Flevo. Vierde de 6, Lumière. Vijfde de 9, Kisselfire. Zesde de 10, Carina Alki. Zevende de 4, Inflation. En achtste de 2, Wild Nature. 7, 5, 1, 6, 9, 10, 4, 2 is officieel in het Prix Park Hotel Tjaarda. Uitgeschakeld werden dus paarden nummer 3 en paard nummer 8. We gaan Santtu Raitala herenigen met zijn paard Maverick. Deze topmerrie die vorige week al wist te winnen op Victoria Park met heel veel speed, wint vandaag opnieuw. En ook weer in een mooie tijd van 1.14.4. Grote delegaties van de Gele Canaries die poseren om Maverick heen. En samen met Santtu Raitala, en dat tekent hem als prof, dat hij alle replays van de paarden die hij rijdt vandaag heeft nagekeken. En hij kon de informatie gebruiken die hij zelf vergaarde dat Maverick een paard is met heel veel speed. En daarmee heeft hij misschien wel deze koers beslist. Hier in koers 6 de Prix Park Hotel Tjaarda. Santtu heeft de Finse vlag inmiddels in handen. En dan gaan we zeggen een groot applaus hier in de Prix Park Hotel Tjaarda. Een big applause voor Maverick en Santtu Raitala. Startgevallen, goede start aan de binnenkant van Megan Flevo, Piet McMullen. Kijk naar de buitenkant, want er zijn er een paar die nog harder weg willen. Helemaal in het midden van de baan komt Lumière naar voren met Rodney Gatz. Daarachter wordt Michael Niemczyk zijn paard teruggenomen, Dreamburger rijden. Santtu Raitala is ook onderweg naar voren. Dat doet hij op dit moment met een mede-favoriet, Maverick. En zo gaan de paarden de eerste bocht door en daar wordt de leiding overgenomen door Lumière. Lumière, Finn van Kijk zei het al, die kan ook van kop af. En dat heeft Rodney Gatt goed onthouden. Heeft de leiding hier te pakken. Komt aan de buitenkant de mede-favoriet Dreamburger rijden aan. En Lumière wil niet afgeven. Lumière aan de binnenkant, aan de buitenkant Niemczyk met Dreamburger rijden. De opening 1-9-9. Derde plaats daarachter Megan Flevo. Vierde plaats is voor Wild Nature. En zo gaan we in een hoog tempo op weg naar de Tjaarda-bocht. Die wordt nu ingedraaid in de Prix Park Hotel Tjaarda. Met aan de buitenkant Dreamburger rijden, die is blijven hangen. Paarden gaan de bocht door. Leiding in handen van Lumière. Dreamburger rijden ligt tweede. Santtu Raitala komt heel slim naar voren met Maverick. Gaat de rug opzoeken van Dreamburger rijden. Rest van het veld daarachter. Ook Ebbing is onderweg naar voren. Ligt derde in het treintje in het tweede spoor. Rijdt in dit veld Inflation en Outsider. Maar zo moet Inflation de koers wel hebben als hij ooit een keer wil winnen. Ligt er dus perfect in. Het tempo is er helemaal uit. We openen in 1.99 en we gaan nu wandelen in 1.18.4. En zo gaan ze de laatste kilometer in. Leiding in handen van Lumière. Lumière die kan even uitblazen. Aan de buitenkant kost het ook niet al te veel voor Dreamburger rijden. Daarachter in het tweede spoor ligt Maverick. Aan de relingzijde ligt nog altijd Megan Flevo. Megan ligt er mooi in. En daarachter ligt aan de relingzijde ook Wild Nature. Ook aan de relingzijde Hannah Huygens met Godrich. En ook aan de relingzijde terechtgekomen Kiss of Fire met Jordan Ross. Laatste plaats op dit moment is voor Nieuw-Zeeland Blair Orange met Jannie van Tim. Paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. Halve lengte, driekwart lengte voorsprong nog altijd voor Lumière. Heeft een dichttrekhoofdstel aan. De klepjes zijn nog omhoog, dus die kunnen nog naar beneden. Hoeft nu nog niet. Tussentijd 18-4. Die hele tussenkilometer ging 18. En nu kan Lumière weer lekker hard gaan. En dat mag hij nu ook. Lumière krijgt de vrije teugel. Naar het derde spoor gaat nu Maverick. En zo gaan ze de laatste bocht in. Lumière leidt. Aan de buitenkant daarnaast Dreamburger rijden. Aan de relingzijde wacht op ruimte Megan Flevo. Ze zijn halverwege de Tjaarda-bocht. Drie dik aan de buitenkant Maverick. Ook drie dik aan de buitenzijde Carina Alki. Galop. Paarden komen de laatste rechte lijn in. Kan Lumière nog een keer versnellen. Lumière aan de buitenkant Dreamburger rijden die niet cadeau heeft gehad, maar wel vecht. Nummer 3 galop. Helemaal aan de buitenkant komt Maverick. En het gaat tussen Dreamburger rijden en Maverick. Precies de twee favorieten. Finland tegen Duitsland op weg naar de streep. Finland tegen Duitsland. En dat wint Finland met een hoofdje voor Duitsland. De derde plaats daarachter is voor de 1 Megan Flevo, Piet McMullen. Tijd van de winnaar, 14-4.